halen naar de finale van de jongste titel, meisjes over 12 jaar. En dan is ze 75 meer op kop hier bij de finale. Maurits van der Bal. Hij heeft weer meer de koppositie in handen. Twee posities voor Anne Tuchten van het Zwitser Ros. Anne Tuchten hier op positie 2. Daar komt Wesley Oplaat. Oplaat hier binnendoor. Aanval mislukt. En dan moet hij weer opnieuw gas gaan geven. Dan zit hij nog steeds op positie nummer 3. Vooraan nog steeds Maurits van der Wal. Plaats 75 hier op positie 1. Tweede plaats voor Wesley Oplaat. En de derde plaats hier voor Anne Tuchten. Deze drie rijders hebben een gat verslagen naar het rest van het veld. Maurits 1. Wesley op 2 in de derde plaats voor Anne Tuchten. Gaat daar nog verandering komen? Laatste stuk op. Maurits van de Bal. Geen fouten maken, gaat hij hier de winst pakken. Tweede plaats lijkt het hier te gaan naar Wesley Oplaat. In de derde plaats is hij op voor Anne Tuchten. Zagen we hier een boventijdje van de DPO Haaksbergen. Een ene laatste stuk van